Dag aan alle vissen, welkom voor jullie jaarhoroscoop van het jaar 2013. En ook van een stukje voor januari van 2013. Ik ga eerst die camera een heel klein beetje verschuiven, ik denk dat dat beter is. Voilà, 2013 voor de vissen. Wat hebben de planeten in petto? En ik kijk naar de trage planeten. Dus ik begin met Jupiter, die is eigenlijk jouw heerser. Jupiter die transiteert twee planeten. Dus tot 27 juni zal die zich bevinden in jouw vierde huis, in tweelingen. Net zoals vorig jaar. Dus een nadruk op wie dat je bent, een nadruk op expansie op dat gebied. Of vele vissen gaan verhuizen naar een groter huis. Of toch veel meer mening vinden in hun huiselijke omgeving. Jupiter gaat vanaf de 28 juni... van 2013 zich verplaatsen naar het vijfde huis. Dat is het huis van de kreeft. En dat is ook het huis van plezier en van creativiteit, van kinderen, van creatieve zelfexpressie. En dat is goed, dat is leuk voor de vissen. Dat is expansie, want Jupiter betekent expansie, dus expansie op dat gebied. Wat nog? Saturnus die blijft in jouw negende huis voor het ganse jaar in Scorpio. Dus die blijft ervoor zorgen of die probeert de vissen met voetjes op de grond te houden. En op het gebied van gedachten hebben, van ideeën hebben, van een visie hebben, zal voor vele vissen hun visie op bepaalde zaken drastisch veranderen gedurende het komende jaar. En dat is goed, zo blijven we niet dogmatisch en vast aan bepaalde opinies. Dan Neptunus bevindt zich de ganse periode in het ganse jaar in jouw teken. Vooral degenen die planeten hebben op een ascendant tussen 1 graad en 5 graden vissen zullen dit voelen. Die hebben Neptunus op hun planeten of op hun ascendant. Dit betekent gewoon dat je een connectie hebt met hierboven of een connectie met je hogere zelf. Of toch in ieder geval de mogelijkheid om dat te hebben. Het kan ook betekenen dat je soms niet duidelijk bent ten opzichte van anderen, zonder dat je dat met opzet doet, maar dat anderen soms moeite hebben om precies je te kunnen plaatsen. Daar is niets mis mee. Maar hou er gewoon rekening mee dat dat kan. Dan Pluto en Uranus blijven zich bevinden in dezelfde huizen als vorig jaar. Dus Pluto in je 11e huis van de vrienden, van de hoop, van de aspiraties. Dus het kan zijn dat je plutonische vrienden aantrekt. Dat betekent vrienden die een bepaalde transformatie meemaken of jou helpen met de transformatie. En Uranus die dan in jouw tweede huis kan zijn dat je inkomsten meer met pieken en dalen is gedurende het jaar 2013. Nu, wat geeft januari in petto voor de vissen? Voornamelijk een nadruk op steenbok en op waterman. En dat is voor de vissen het 11e en het 12e huis. Dus in het begin van de maand zal het vooral nog te maken hebben met plannen maken. Plannen maken op lange termijn voor het komende jaar. En naarmate zo de derde week vanaf oktober gaat de nadruk meer liggen op je 12e huis. En dat is een huis van reflectie. Dat is eigenlijk wat eigenaardig voor de periode van januari. Maar vele vissen zullen de behoefte hebben om toch, misschien om een beetje te bekomen van het feesten, maar om toch bepaalde dingen erover na te denken hoe ze die gaan aanpakken het komende jaar. Voilà, bedankt vissen. En tot volgende maand. Dag.